Smaken nou. Ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Trollenbabbe Hotel. En ten eerste wil ik even een bedankje doen aan Eline. Bedankt voor alle reacties die je altijd achterlaat. Vind ik heel leuk om te zien en zo. En ja, ik hoop dat, ja, dat je het leuk blijft vinden eigenlijk. Ik hoop het heel erg eigenlijk, ja. En deze aflevering, kijk, we hebben nog een chatbericht, dus ik ben heel benieuwd wat dat is. Maar ik keek in mijn vriendenverzoek, hè. En ik heb een vriendenverzoek van deze kerel. Volgens mij was hij vroeger de eigenaar van... Hij zit in het bestuur. Hier worden alle beslissingen genomen. Hier zitten maar 11 mensen in. Van een paar... Van 50.000 mensen. En dan stuur ik mijn vriendenverzoek. Dat kan niet goed zijn, dames en heren. Ik weet niet wat we moeten doen. We accepteren hem gewoon. En we zien wat hij te zeggen heeft, oké? We zien wat hij te zeggen heeft. Want we zijn niet meer naar de PA geweest. We zijn er niet meer geweest. Dus ja... Oké, okay, doei. Wat nou, Yannick? Kom dan, jongen. Hoe is het met jou eigenlijk? Yannick. Oh, ik sta erin. Hij staat ook met mij. Wie is dat? Gadverdamme, ze loopt gewoon in een BH rond, joh. Haar is geen BH, haar is een bikini. Even kijken, hoe is het met onze lieve... Hoe heet die? Onze lieve Maarten. Maarten, even kijken. 12 dagen. Oh, oh, oh. Die is gewoon gestopt, joh. Echt jammer dit. Oké, okay, maar we moeten even nieuwe vrienden zoeken. Wat is nu 11 uur in de ochtend volgens mij. En nee, 10 uur. En ja, iedereen is natuurlijk naar school toe weer en dat soort dingen. Ik heb eerst de 5 uur vrij. Dus ik dacht, nou, laat ik me alvast even opnemen. Dan hoef ik het dan niet te doen. En dan heb ik het tenminste op tijd geüpload. Stuff like that. Wauw, ze zijn net begonnen, joh. Ja, potverdikke me. Zijn jullie net begonnen? Hoppa, doe ze niet zo stoer, joh, Rick. Moet ik je even pakken of zo? Driehoek. Ja, sorry, Timmy. Volgende keer beter. Oh, Anne. Allemaal de schuld van de Rabobank. Oh, mijn god. Dat is echt de beste status ooit. Allemaal de schuld van de Rabobank. Oh my god. Oh my god, en de modepolitie moet ingrijpen. Shanku. Of nou, hij ziet er ook niet uit. Laten we eerlijk zijn. Godverdamme. Meneer. Wij moeten praten. Uw uiterlijk. U ziet er... Ook, u ziet er niet uit. U ziet er niet uit. Even dat hij het weet, hoor. We willen hem even verder helpen. Dank u. Wilt u een vriendin? Misschien wilt u wel een vriendin. Dan moet hij wel... Oh, zo, wat een oma. Oma. Nou, kom op. Deze kerel ziet er... Die ziet er nog slechter uit, maar ik ben bang dat die B&B is. Nee, heppe. Oh, met dat uiterlijk. Je ziet er niet uit, man. Wat gaat hij doen? Even kijken wat hij daarop zegt. Oh wow, ik ben 14 en zang. Oh mijn god, daar gaan we mee. Ze is zangeres. Oh ja, nice. Emmy. Je moet er niet uitzien. Wat? Oké. Okay. Hey maatje. Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Wie is dit? Audi 80. Melanie en ik zijn één voor altijd. Busje eiken zo verlaagd. Baba. Meisje. Meisje. Stom meisje, jongens. En dan geef me gewoon die Emmy. Emmy. Ah, rot toch aan haar top, man. Vind ik niet kunnen. Ga ik om deze keer weer even lekker afzeiken. Oké, okay, we gaan even naar buiten. Heb jij ooit overwogen jezelf te scheren? Scheer jezelf eens een keer, man. Waarom doe je het dan niet? Nou.
Hij gaat niet echt lekker doorpraten, want een gezellige kerel is dit. Zeg, jezus man. Oké, waar gaan wij heen? Stoelen ons bouw, daar hebben we niks aan. Storage was, ik weet niet wat dat is. Bankspel, ik weet niet wat dat is. Oh, we gaan weer naar het ziekenhuis. Daar zijn we zo lang niet geweest. Oh mijn god, ik weet al gelijk met wie we ruzie moeten zoeken. Ik weet al gelijk met wie wij ruzie moeten zoeken. Wij gaan met haar ruzie zoeken. Mevrouw! U bent ontslagen. U bent te geel. Te geel om hier te werken. Ja, haha. Vind je Tim? Zeeland is leuk. Weet ik hè. Racist? Nee! Nee! YouTube boy. Ik neem nu op voor YouTube. Even laten weten. Dat is niet racistisch, maar kijk hoe ze eruit ziet. Ze ziet er ziek uit. Mevrouw. Mevrouw. U ziet er heel ziek uit. Dat ziet er niet goed uit. Nee, gaat u maar weg. Oh, 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 oh. Nee, nee, jij gaat het land uit, lol. Nee, mevrouw. Ik ben de baas. U gaat weg. U gaat hier weg. Nu. Ik ben heel benieuwd wat ze hier te zeggen op hebt. Zo knetter zeg. Zo knetter. Hoe zie ik eruit? Ja, niet goed. Heel ongezond. Alsof u moet kotsen. Ik moet wel een beetje netjes blijven met u. Kotsen. Zo. Ik ben Mathilde. Mathilde, oké. Okay. Nou, kom op, mevrouw. Gaat u nog een beetje typen of wat? Duurt even. En dan hebben we ook wat, hoop ik. Het is niet het snelste type, maar dat maakt niet uit. Ze komt er wel. Hoop ik. Kom op, hè. Je kan het. Nou, Jasmin. Goeie mout. Oh, meneer, ik werk hier. U kunt het aan mijn baas vragen, dus blijf je. Meneer, mevrouw. Ik ben uw baas. Oprotten. Sonemiet erop. Sonemiet erop. Oh, dat is zo'n stom woord. Ik geef je 3 seconden. Anders doe ik u nog wat. Hi. Nee. Niet met deze mevrouw praten, mevrouw. Mevrouw. Niet met deze mevrouw praten. Ze is ontslagen. Ze is ontslagen. Als u mijn baas bent, heb ik u hier nog nooit gezien. Nee, klopt. Ik klopt. Ik werk undercover. Zo, hebben we even een goede excuus. Gaat ze weer typen? Ik heb toch nog niet geantwoord, meisje. Oh my god. Nou, kom op. Waar slaat dit op, meneertje? Oh, nou, mevrouwtje, ik kan je over zeggen waar dit op slaat. Mevrouwtje, jij moet het niet zo bij de hand doen. Ik zou maar gauw van die stoel af. Ik zou maar gauw van die stoel af gaan. Ik zou maar gauw van die stoel af gaan, mevrouwtje. Ik word helemaal gek van jou. Rotwaaf. Denk ze nou, man. Ik ben hier de baas, ja. Ik ben hier al de baas sinds het begin van deze serie. U bent bij de hand. Nee. U bent bij de hand. Hé, hey, oh, potverdomme. Hey. Niet zo nu, jongen. Kom hier, man. Nu weg. Verander. Uw kleur. Of weg. En uw ogen. En uw strik moet weg. Dan mag u blijven. Potverdikke meisje is verliefd. Wie raakt nou weer verliefd op dat man?
Zo zielig ben ik nu, hè. Heel even wat. Oh my god. Ik kijk mij beleefd. Alleen ben bang dat zet geen titel. Minder. Minder. Ze ziet er wel goed uit, zegt Jenny. Die ziet de haakleur bevalt me al niet. Namwa. Catboy, wat de kegels is dat dan, jongen. Doe eens normaal. Meneer, ik ben hier de eigenaar. Ze praat je niet tegen mij. Dus, mevrouw. Wat denkt u ervan? Oh, deze series zijn altijd... Oh, toppie. Helemaal mooi. U ziet de geweldigheid. Geweldigheid. Daar zou ik wel een wijntje mee drinken. Nou, kijk eens aan. Hey, helemaal toppie. Ruzie opgelost. Kijk eens, ik vind het helemaal... Oh, nou god, ik ga het toevoegen, jongen. Ik wil dat dat mijn vriendin wordt. Kut, sorry. Ze accepteert geen vrienden meer. Mevrouw, wat gaat u doen? U moet werken. Meneer, wilt u met mij? Oh, mijn god. Meteen mijn vrouw. Hey, we gaan niet onder de relatie... Hey. Mevrouw. Onder het werk. Gaan we niet... een relatie starten. Dat gaan we niet doen, mevrouw. Dat kan u niet maken. Begrijpt u dat niet? U kan niet naar de eerste de beste kerel gaan en vragen, wil je met me? Ze is echt helemaal sodomieten, hè, die Jasmine. Oh. Jasmine doet de werk gewoon niet goed. Even kijken wat ze zeggen, heb je nog aan me? Nou, deze jongen kan ik ook zo te keer op gaan, hè, bij die Lois, maar die laten we gaan. Anders zijn we weer 10 minuten bezig. Wilt u mij toevoegen als vriend? Natuurlijk wil ik dat, mevrouw. Alsjeblieft. Zo. Accepteer dan. Accepteer, joh. Je hebt er een. Boeien, hè. Dikke de maat boeit. Je hebt 152, man. Niet liegen. Je hebt een vriend ook. Lekker bezig, Jasmine. Lekker bezig. Hey. Als ze maar gaat spammen, hè, met chat, jongen. Dan ga ik er nog wat aan doen. Oh, mijn god. Emmy slaapt nog. Oké, dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze... Jasmine, volg me gewoon! We moeten snel naar onze eigen kamer voordat ze nog een keer komt. Dames en heren, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Trollenbouw Hotel. Vond je hem nou leuk? Beloon hem dan alsjeblieft met een blauw duimpje en klik op abonneren. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer met een nieuwe Trollenbouw Hotel. Bedankt voor het kijken. Doei!